Je kan geen noot lezen en de meeste mensen van het orkest kunnen er maar twee spelen. En dan klinkt dat dus zo. Gelogen allemaal. dit zijn de Octopedians, dit enorme orkest. En ik zei, ze kunnen geen noot lezen en sommigen kunnen er maar twee spelen. Ja. Maar dus, dat kan niet. Een aantal kunnen er een beetje noten lezen, maar ik denk het levendeel niet. Maar u geeft al 18 jaar op deze manier les aan mensen die niks kunnen. of hebben zij al 18 jaar les? Nee. Het zit zo. Het is een open workshop die ik doe in het Bimhuis in Amsterdam. Hè? Ja. Dat doe ik al heel wat jaren. En dat is een open inloop. Mensen betalen 2 gulden voor het gas en het licht. En het onderkomen en meer niet. Het is gewoon de zaalhuur. Het kost 50 gulden per keer. Dus 2 piekies. Dus geen drempels van financiële en artistieke aard. Iedereen die daar iets te melden heeft en leuk wil spelen, maar die komt binnen. Mag je echt komen als je niks kan? Ja, vrouw, tuurlijk. Maar je moet dus alleen zo'n toeter bij je hebben? Ja, dat is dus... Kijk, normaal gesproken in het harmonie- en fanfarewezen, dan krijg je zo'n ding te leen. Maar al deze mensen schaffen dat aan. Dat kost ontzettend veel geld. Ja. Zo'n pijp kost toch... Dit kost al gauw 3.500 gulden. Ja. Dat is een behoorlijke investering. Ja. Ja.
En dan komen jullie. En ja. Wat kon jij toen je binnenkwam? Niks. Helemaal niks? Nee. En je had wel dat ding? Nee, die had ik in eerste instantie nog niet. Ik ben eerst gaan kijken. Ja? En toen na een tijdje heb ik er een gekocht. En kon je er toen een lucht uit krijgen toen je voor de tweede keer binnenkwam? Ja. Kon ja. ik maar, noten? Twee noten. En wat moest je dan doen? Nou, in eerste instantie blijf je een beetje op de achtergrond. En dan luistert hij heel goed. Mm. En wat handig is, Herman zingt het altijd voor. Dus dan onthoud je dat en dan zing je thuis na en dan zoek je het op. En denk je, oh, ik weet het nog. En volgende keer kan je het dan iets beter en zo gaat het door. Ja, maar schaam je niet dood als je daarin... Ja. Ja. En laat hij je wel eens alleen iets blazen? Ja. Ja, dat is heel vreselijk. En dan lies je dus die twee tonen die je... Ja, en die varieer je dan een beetje. En ik kon op een gegeven moment ook een ladder van C. En die doe je dan een beetje ritmisch. Ja. Ja, ja. Wat bezielt je om dat te doen? Om dat te doen? Ja. Omdat ik vind dat er iets mis is in onze Nederlandse cultuur. Voor dat soort evenementen is totaal geen plaats. Maar je kan ook zeggen, je kan ze ook allemaal naar de muziekschool sturen. Ja, maar er is geen opvang voor dit stel ongeregeld. Daar zijn geen voorwaarden geschapen. Je moet er wel hard voor werken. Ze hier drijft echt. Altijd. Van boven tot onder. Dat ben ik voor mijn vader, denk ik. Nou, leer je ze wat, hè? Ja. Maar als ze dan thuiskomen, kunnen ze dan ook alleen niet spelen? Nou, wat ik ze vooral leer, dat is dat ze zelfvertrouwen krijgen. Ja? En dat ze dat verhaal zelf moeten kunnen bedenken, ook. Zonder dat daarvoor de tirannie van het notenlezen alles beslissend is. In onze cultuur is het pas oké als je het braaf 3-4 jaar hebt voorgebakken in je zolderkamer. En dan aan het volk mag laten horen wat er mis is. En ik zeg altijd, je moet meteen binnenkomen. Al speel je nog niet, je zingt. We doen al ontzettend veel ritme- en klapoefeningen en zo. De meest wezenloze dingen gebeuren daar in het Bimhuis. En dat is een deel van die hele muzikale rijping, denk ik. Kon je ook niks? Nee. Ik ben ook helemaal blanco binnengekomen. Blanco binnengekomen? Ja, helemaal. En toen? Wat zei hij toen? Laat eens horen wat je kan. Een van de eerste keren dat ik er was, geloof ik de tweede keer of zo. Toen, ik was al een beetje voorbereid, omdat hij daar al regelmatig kwam. En de tweede keer geloof ik, of de derde keer dat ik er was, toen was het zo van, nou, oké, solo blazen. Nou ja, ik had in eerste instantie natuurlijk zoiets van, verdomme, wat kom ik hier eigenlijk doen? Maar Herman die weet het zo altijd te brengen, te enthousiasmeren, dat je toch er op een gegeven moment gaat staan. Hoe lang doe je dat nu? Ik ben 7 jaar geleden begonnen. En wat kan je nou? Ik speel tegenwoordig in een saxofoonkwartet. Met 3 andere saxofonisten. En treden we regelmatig mee op. Toch heel goed geleerd, hè? Als je nou boven dit niveau uitstijgt, moet je dan alsmaar in dat orkest blijven zitten? Mag ik ik wil er even tussenkomen. Ik heb natuurlijk niks tegen muziek lezen, want het is een heel waardevol hulpmiddel om sneller te kunnen communiceren, natuurlijk. Maar het moet niet op voorhand het belangrijkste zijn. Want dan krijg je mensen niet meer aan het werk. Nee. Dan moeten ze eerst noten kunnen lezen en dan is er al zoveel kostbare tijd verloren gegaan. Voor muzici die willen improviseren. Ja. Kunnen ze hoger op bij jou? Ik bedoel, als ze dit ontgroeien, wat kunnen ze dan? Dit is een open workshop, dat wil zeggen, iedere maloot is welkom. En dan zijn er een aantal leerorkesten. Dat is dan, een soort van springplankfunctie naar de hogere beroepspraktijk. Wat het dan ook waard is, want je kiest alleen maar voor armoede je hele leven. Maar muziek kan natuurlijk wel bijdragen, net als nu, hè. Dat is een enorm stuk plezier. Ja. Nou, en dan heb je de topformaties. Ja. Zoals Maarten van Noorden, Willem Breuken, noem maar op. Zijn er beroemde mensen uit dit orkest voortgekomen? Zeker weten, schat. Oh. Nou, zal ik beginnen? Maarten van Noorden, Rob Verdurmen, Bobby Driessen. Al wagonladingen. Echt wagonladingen beroemd. Ongelooflijk. Ja. Nou, ben je zelf een hele goede saxofonist. Ja, ik kan spelen als een keizer. Ja. En je hebt er gespeeld in hele beroemde orkesten, Duke Ellington en noem het allemaal. Ja. Maar toch heb je hiervoor gekozen dan? Ja, omdat ik het verdomme om aan het volk te laten horen hoe goed of ik spelen kan. Dat is een strafbonus. Ja. Ik vind dat iedere muzikant die zichzelf respecteert zich met jazz-educatie moet bezighouden om de bal door te spelen. Ja. En niet als een soort van tovenaar alle geheimen bij je te houden. Maar speel je dan niet meer? Jawel, ik speel met de pletter overal, alleen mensen weten het niet. Nee, maar dat komt natuurlijk omdat je Herman de Wit heet. Ja. En als je wereldberoemd bent, dan heet je ineens Herbie White. Herbie White, ja. Ja, en als zij heel goed zijn, mogen ze dan in het orkest van Herbie White? Zeker weten. Ja, maar dan moeten ze wel echt heel goed zijn. Hè? Ja, goed.
Heel hartelijk dank. De Octopedians met Herman de Wit. Goed, goed. Er wordt ook nog er wordt een film over ze gemaakt op het ogenblik. En die wordt in het najaar uitgezonden door de NOS. Dus tegen die tijd dan weten jullie nog dat ze hier waren misschien.